we zitten echt bomvol met gloednieuwe muziek deze week. Wow. Deze de nummer is misschien niet nieuw, maar wel een gloednieuwe remix van Aaron Chupa en Lil Sis Nora en The Woodchuck Song in de Heart Remix. Heart Remix. Ja, ik zat een beetje in een dilemma deze week, moet ik zeggen. Want ik denk, ja, Aaron Chupa heeft zoveel leuke nummers, welke zou ik pakken, maar... Ja, nou ja, over dilemma's gesproken, Rick. Ja. We hebben een nieuwe rubriek in de Info Weekend. Is dat een dilemma? Het is een dilemma, ja. Oh. Ja. Want ik dacht, we hadden die Truth or Dare zonder Dare. Ja. En dat was natuurlijk hartstikke leuk, maar die vragen die begonnen een beetje op te raken. We hadden alles al een beetje gehad, weet je wel. Beetje zoals de muziekzolder. We zijn een beetje aan het vernieuwen, heb ik ja, een idee. Ja, een beetje aan het vernieuwen, inderdaad. Ja. Dus ik heb een aantal dilemma's opgezocht en bedacht. En die heb ik in de dilemma-doos gestopt. Oeh. En nu dan moeten jullie allemaal een dilemma eruit halen en ik zelf ook. En nou ja, ik ben heel benieuwd. Jullie allemaal. Ja. Wij met z'n drieën. Ja, wij met z'n drieën gaan daar iets uithalen. En daar gaan wij antwoord op geven waarom we voor het een kiezen en niet voor het ander. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Ja, dat gaan we doen. Jill, jij hebt de dilemma doos. Die heb jij voor je staan. Het is een interessante doos wel. Ja, dat maakt niet uit. Dat hoor je vaker. Ga ik verder geen uitspraak over doen, nee, precies. Rick? Ik moet al grabbelen. Ja, zeker. Wauw. Even kijken. Doof worden of met degene die het meest haat één keer tongen? Tongen doe ik nooit. Ik ga denk ik voor tongen met degene die ik het meest haat. Ja, echt waar? Ja, weet ik wel zeker. Met alle gevolgen van dien, hè? Met alle gevolgen van dien. Oh. Maar... Over ja, ik zit ook even te denken, wie zou dat dan zijn? Momenteel denk ik dat Donald Trump wel erg hoog in het lijstje zit. Nee, dan maar doof hoor. Maar ik denk dan altijd, hoe erg kan het zijn? Okay. Over het algemeen haat ik vooral veel jonge mensen en tongen met jonge mensen. Dat doe je vaker? Dat doe ik vaker. Gadverdamme. Bijna hobby eigenlijk. Er zit nog wel een leuk verhaal achter, maar dat... Ja, doe maar. Nee, daar hebben we alle tijd voor. Nee. Maak dat is niet voor op de radio. Dus jij gaat liever tongen met iemand die je intens haat dan dat je doof wordt. Ja. Top. Rick, geef het dilemma doos. Ja. Geen van beiden is top. Op je Miguel haat was de vraag. Rick, jij krijgt de doos. Dat hoor ik niet vaak. Even kijken hoor. Wat heb jij gegrabbeld? Ik ben heel benieuwd wat jij uit die doos haalt. Of 2 jaar binnen blijven in je eigen huis. Of nooit meer mogen zitten. Ja, 2 jaar binnen blijven in mijn eigen huis. Ja, echt waar? Ja. Hallo. En dan mag je helemaal niks meer doen, maar hè? 2 jaar is lang. En dan moet je 2 keer kerst thuis vieren. Ja, maar luister. Als je het even vertaalt naar elkaar. Dan staat er dus eigenlijk 2 jaar zitten of nooit meer zitten. Ja, dat klopt. Dat heb je dus wel waar. Ja, nou ja, dan 2 jaar. Want zitten is wel een hobby. Maar dan gaat wel je hele sociale leven een beetje naar de kloten. Dus je kunt niet meer werken. Ach, kom op. We hebben toch inmiddels allemaal ervaring met thuis zitten. We hebben FaceTime en alles. Kom nou. Ja, maar dan mag je niet meer werken. Je hebt helemaal geen geld. Dus verdien je misschien verlies je dat wel. Je kunt toch ook thuis werken? Ja, dat klopt. Dat moet je dan zelf maar. Je maakt het echt veel tijd. Ga jij thuis een radiostudio dan? Ja. Ja, mag je... Oh, wauw. Nou, gezellig. Dat is best een goed idee. Een radiostudio thuis. Oké. Dus jij gaat liever 2 jaar thuis dan je hele leven niet meer kunnen zitten. Ik ga me... Heftig, maar begrijpelijk. Toch. Oké, ik heb er eentje. Je neemt elke dag een hap uit een volle stofzuigerzak. Nee. Of je hebt balzakken als oorbellen. Of je balzak als stofzuigerzak. Ja... Godverdamme. Nee, dan ga ik echt voor een... Ik zou ze in kunnen doen. Ik heb gaatjes. Maar ik ga ja, dan dat toch... weten we. Maar ik ga dan toch wel voor die hap uit die stofzuiger zo. Kom nou. Ja, echt. Ik ga die balzak echt niet in mijn oor hangen, hoor. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb zelf verder geen last van, maar over dat snel. Ja, maar ik denk dat je dan wel veel bekijkt. Als je op sollicitatiegesprek gaat... en je gaat dan voor iemand zitten zo... Nou, hallo. En dan hangen 2 van die balzakken aan je hoofd. Ja, dat kun je toch uitleggen? Anders moest ik iedere dag... gewoon altijd een stofzuigerzak nemen. Ja, dan vinden ze heel slim, nemen ze je aan. Hoppatee. Nee. Wat zou jij doen? Zou jij dan die ballen aan je oren hangen? Is zeker wel. Ik ga toch een grap uit de stofzuigerzak nemen. Ik hang dagelijks ballen aan. Alhoewel, er staat niet bij dat het een volle stofzuigerzak moet zijn. Jawel, volle stofzuigerzak. Nee, dat stond er niet bij. Volgens mij wel. Nou ja, ik heb het niet meer in. Maar ga ervan uit dat het te vol is. Oké, dan die balzak. En jij, Jill, zou jij ballen aan je oren hangen of zou je... Ik ga me niet eens branden aan deze vraag. Next. Volgende. Nou ja, gaan we er nog eentje pakken of gaan we door?
Laten we misschien even eind van de uitzending doen, nog één ronde. Ja, precies, want Andy is er toch niet. Precies. Oké, dan gaan we de zaterdagavond maar even goed in luiden. En dat mag gewoon naar deze fantastische spelletjes. Wow.